De kranten staan er vol mee. Het uitknijpen van onze ouderen gaat onder Rutte 4 gewoon door. En dat gaan we merken in onze portemonnee, in onze pensioenen en in tal van maatregelen die rampzalig zijn voor 50-plussers en AOW'ers. De energiekosten rijzen de pan uit en de inflatie gaat steeds verder omhoog, doordat de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn aangepast aan de stijgende prijzen, hebben de gepensioneerden al 20% aan koopkracht verloren. In de komende jaren komt daar door de inflatie nog zeker 10% bij. Als de prijzen blijven stijgen, moet de AOW omhoog. In de Eerste Kamer heeft 50PLUS daarover een motie ingediend en de meerderheid van de Kamer staat achter ons. Op initiatief van 50PLUS krijgen onze ouderen een eenmalige uitkering van €200 om de eerste klap op te vangen. Maar dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, komt het nieuwe regeerakkoord nu met het idiote plan om de AOW los te koppelen van het minimumloon en de uitkeringen. Een vaste relatie die al 45 jaar bestaat. Het inkomen van bijna 1 miljoen ouderen met alleen AOW en een klein pensioen dreigt daardoor met 7,5% achteruit te gaan. En dat is nog maar het begin. Onlangs zat ik in een radioprogramma met Trix van der Biezen, die rond moet zien te komen van haar AOW en een klein aanvullend pensioen van €60 per maand. Het water staat haar tot aan de lippen. Ze is niet de enige. Honderdduizenden ouderen ondergaan hetzelfde lot. Mensen vragen mij wel eens waar ik als 50-plusser de energie vandaan haal om nog dagelijks politiek aan de slag te gaan. Voor mij is dat duidelijk. Het beleid van het kabinet vraagt er gewoon om dat we voor onze belangen opkomen. Kunnen we daar als 50PLUS iets aan doen? Gelukkig wel. 50PLUS is een politieke partij die zich stevig roert. In en buiten het parlement. Hoe is het toch mogelijk dat in ons steenrijke land de ouderen op of zelfs onder het bestaansminimum moeten leven? Het mag niet gekker worden. Als enige ouderenpartij komt 50PLUS in actie om aan de asociale plannen van de regering een einde te maken. Daarbij kunnen we je hulp goed gebruiken. Ga naar redonzeaow.nl en teken onze petitie tegen de ontkoppeling. Je doet het niet alleen voor opa en oma, maar ook voor jezelf en je kinderen. Want iedereen wil 50PLUS worden. Dus, stop het plunderen van onze ouderen en red de AOW op redonzeaow.nl. Je kunt natuurlijk ook lid worden van 50PLUS. Dat zou helemaal mooi zijn.